De Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, BBS, heeft vanmorgen 5 officieren bevorderd in een naast hogere rang. Daarnaast hebben 91 aspirant-beveiligingsambtenaren hun diploma's en cijferlijsten, als ook hun beschikking voor vaste aanstelling in handen gekregen. Volgens Guillaume Color, voorzitter Bon Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, moeten de officieren die bevorderd zijn als voorbeeld dienen voor de onderdanen binnen het korps. Maar vandaag heeft u die privilege dat u daarvoor, dus wij zijn voor hun als het ware, hier mag staan om toch distinctieve opgespeld te krijgen. Wij hopen dat u beseft dat het niet alleen gaat om uw distinctieve, om een rang, maar dat het gaat om leidinggevende taken die u als officieren hebben. Voorbeeldtaken die u als officieren hebben. Dat jullie dat meenemen, omdat de groep die daaronder zit naar u opkijkt. Zij volgen de instructies van jullie. Zij horen ook aan hoe jullie je gedragen en wat jullie allemaal eten leren. Geef mee, omdat wij nu in een transitiefase zijn. Een verandering van die organisatie, waarbij we alle hulp, in het bijzonder van de officieren, nodig zullen hebben. Het zijn de officieren die zullen maken de toekomstige leiders van de BBS. Jersey Purperhart, waarnemend diensthoofd van de BBS, weet dat de officieren lang hebben gewacht om bevorderd te worden en hoopt dat ze beseffen dat zij een belangrijke taak hebben. Volgens Patrick Campagne, waarnemend directeur operationele dienst van het ministerie van Justitie en Politie, is er gestreden voor de ambtenaren hun rechtspositie. Officieren, neem je plaats binnen de BBS. Er komen daarnaast ook voor jullie trainingen wat betreft leiderschap en management. Doe mee, doe je best om de BBS dan die in de lift is op die hoogte te houden en dat het beter wordt. Vergeten dat u daardoor toegetreden bent tot een gedisciplineerd korps. En als ik moet vernemen dat mensen hun post verlaten. U lacht. Het is grappig. Het is grappig. Het zal ook grappig worden straks wanneer die opdracht gegeven wordt om zware straffen, terugstraffen op te leggen. En u moet rekening mee houden. Terugstraf kan beginnen bij de laagste, maar het kan ook eindigen bij de hoogste en de zwaarste. De waarnemend directeur hoopt dat alle beveiligingsambtenaren het werk serieus nemen en dat er minder klachten zullen zijn.